Het is 7:15. Kevin Tramp is erop. Hoi! En ik zit natuurlijk weer met Donnie in die auto. Kijk, die feestjes geven al liggen. Doei, maten. Salut! En een fucking fijn weekend! Het is vrijdag! Hey! We pompen even, beschrijven nog een dag, kerel! En de zuimels en de kop eraf! Hey! Maak me trots! Nou, dan komt die pizza er even in, hoor. Ik zie jou wel helemaal. Hier al, het mond loopt uit je water. Het mond loopt uit je water. Oh, en de grind. Trainingspak. Ze komen even het dak ophalen. Het gebroken dak. Hier even reclame, weet je wel. Ben? Hoe is die? Oh, mijn gang daar. Ja, Vonkie, goede nicht. Hier zitten dus geen stimulant in. Dus het is niet zo dat je hier direct iets van gaat voelen. Dat je niet meer kan slapen, dat soort shit. Dat je gaat jeuken in je gezicht. Nee, hier zit creatine in, citrulline. Alles wat jou een maximale pomp gaat geven. Dus wat jouw bloed door je aderen laat stromen. Zodat jij eventjes die maximale pomp weet te krijgen. En als je dus heel droog bent, zoals wij nu zijn. Dan ga je dat ook echt zien in de spiegel als je dit neemt. Heb jij een wat hoger vetpercentage? Geen stress. Maar dan zul je niet zo snel dat gaan opmerken in de spiegel dat er denk je aderen op gaan zetten. En uiteraard moet je erbij trainen. Dus je moet natuurlijk wel zorgen dat je ook dat bloed aanstuurt naar die spier. En hier zit het gewoon het hele pakket in. Beta-analine. Als je daar dus te veel van neemt. Ik voel dat bijna niet meer. Want die reserves die bouw je op. Als je daar hier dus een scoopje van neemt, dan voel je het ook helemaal tintelen. Dan voel je het helemaal zo opkomen, weet je, op je rug en in je gezicht. Hier heb ik bewust geen creatine in gedaan, want creatine, dat moet je elke dag nemen. En in principe neem je de V2. Die neem je alleen als je gaat trainen. Dus stel je hebt een rutsdag of zo, dan heb je dus die creatine wel nodig. Dus dan neem je creatine los. En bij de pompapparaat heb ik het wel gedaan, omdat creatine ook weer gewoon lekker voor die pomp zorgt. Dus je kan het heel goed met elkaar combineren. Dan heb je echt een mooie pomp, want hier zitten ook alle pompfaciliteiten zitten hier ook in. Alleen in een iets mindere dosering. Dus combineer je die twee, dan ga je wel even lekker voor goud! Als een Janko! Ik train al, mijn hele leven train ik. En ik zit sinds mijn 16e in de gym. En sinds mijn 14e gebruik ik supplementen. Creatine en al dat soort dingen voor rugby. En pre-workouts begon ik te gebruiken toen ik 17 was. Maar je moet daarmee leren doseren. Je kan niet altijd pieken. En dat is hetzelfde als op die festivals. Je kan niet altijd pieken. Je moet ook even flowen. Weet je wel? Je kan niet altijd op een gegeven moment op 100 pillen zitten op een festival. Weet je wel? Dat schiet niet op. Dus je moet altijd eventjes... Flow lekker. Pauzetje. Weer wat nemen, voel je helemaal top. Ja, ik bedoel met pre-workout. Oh, ja. Ja. Ik heb vandaag benen op het programma staan. Nee toch. Vrijdagochtend zeg. Dat heb ik echt gisteren gedaan. He. Oh nee. Kunnen we niet wat anders doen? Vrijdagochtend 7:00 benen, ja, weet je al. Jezus Christus. Ik kan wel een klein bosje erbij pakken. Klein bosje schouder. Die moet ik sowieso wat ook vaker pakken. Benen is goed. Ik doe squats. Ik moet 5x3 doen, squats. En dan superzetten we die met de bangdruk of zo. Ja, is goed. De bangdruk. Laten we een fantastische dag maken! Het is bijna weekend en we gaan allemaal ons kop eraf zuipen. Bij ons mam en ons pap thuis. Mima. Oh nee, toch niet! Want de club is gewoon open uit protest. Dat vind ik helemaal geweldig. Laten we het met z'n allen weer leuk maken. Hey, groei lekker hè! Hij is weer terug, de Maserati. Hallo. Wil er iemand een tasje? Nou, dan zouden ze wel moeten abonneren voor een grotere chest. Voor een grotere chest, en het is gratis. Of voor een grotere bil. Wat is een pompapparaat? Dan moet je toch even abonneren! Joehoe! Kunnen we lekker op het strand rondhuppelen met een grotere chest? Komt u maar. 125 kilo. 1. Kom. 2. Allee.
gaan een superset doen. Want ik moet snel naar huis. Kinderen die wachten. Oh, ja. Ja, zeker. Ik ben geabonneerd. Zal ik het belletje nog even aanzetten? Ja, het lijkt me wel het beste. Ja. Hoppa, die hebben we aan. En Joël Beukers? Ja, zeker ook. Ja. Hoppa, hebben we gedaan. Hey. Dankjewel, heer. Hij heeft wat verdiend. Dankjewel. Er zitten ook een paar facings in die tas. Alleen tanden. Het gewicht zo omhoog. Oh. Ja, lekker. Kom, kom ja. Kom. Het is dat je het zegt, Donnie. Kijk, het voorjaar, dit begint al bijna. Het is toch echt ons moment. 2022. Ik zou erbij zijn. Alles gaat open, alle signalen. Dit wil je niet missen. Het hele pakketje gaat open. En je wilde niet staan zonder chest. En je wilde niet staan met je shirt aan, wat dacht je daarvan? Hey. En je wilde wel helemaal niet staan met allemaal puist op je rug. Puist lekker. Wat heb jij eigenlijk getraind? Ik heb brug getraind. Je brug getraind? Ja. En wat is het vandaag? Wat is het nu dan voor jou? Vrijdag. Vrijdag. Oh ja, dat is weekend. Ja. Lekker zuipen, man. Ja. Hoi. Mooi, fijn weekend, hè? Wij hebben onze chest getraind. Fijn weekend. Hij zit er helemaal op. Doei, doeg. Hoi. Hoi, goed lekker. Hey, fijne dag, fijn weekend. Dankjewel. Hoi, goed lekker. Hoi, lekker. Hoi, lekker. Hoi, lekker. Hoi, lekker. Hoi, lekker. Hoi, lekker. Ja, nee, we hebben chess gedaan. Yo, hey. Wij hebben chess getraind. Ja, ik heb chess getraind. Fijne dag allemaal, fijne chess. Hey, fijne chess, wij hebben onze chess getraind. We zitten echt lekker op, hè. Hey, fijn weekend. Goed, goed, bedankt. De ballen. Oké, goed weekend. Goed weekend, jongens. Er ligt hier al een fles vodka achterin. Het begint goed.